Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag heb ik voor jullie een Zara en Chiquelle haul. Ik heb voor de eerste keer in mijn leven op Zara besteld. Ik heb er nog nooit besteld. Wel natuurlijk al in de winkel gekocht, maar ik vind hun site niet zo leuk om op te shoppen, om eerlijk te zijn. Ik vind die niet zo overzichtig. Overzichtelijk. En ja, daarom had ik er nooit op geshopt. Maar ik moest nieuwe shorten hebben, want ja, mijn andere shorten zijn allemaal te klein. En ik dacht voor de zomer die komt. En dan heb ik ook nog twee kleedjes daar gekocht. Daarnaast heb ik dan ook nog bij Chiquelle geshopt. Een van mijn favoriete plaatsen om te shoppen. Daar shop ik echt heel graag online. Die hebben altijd super leuke dingetjes. En ik ga jullie dat allemaal laten zien vandaag. Oké, we gaan beginnen met de haul van Chiquelle. En bij deze broek. Ik moet zeggen, die ziet vuil. Er zit tomatensaus op. Ik heb die echt al de hele week aan. En echt, I love it. Zalige broek. Zit zo super goed. Niet te strak. Lekker om thuis te chillen. Ook natuurlijk om het openbaar te gaan. Maar ik heb hem vooral thuis aangehad. Dat is deze. Dit is een medium, denk ik, dat ik heb genomen. Ja, medium. En die heeft zo brede pijpen. En die is een grijs ribbelstofje. Echt zalig. Want ik had gekeken als er nog andere kleuren waren. Ze hebben ook nog zwart. Maar zwart met mijn katten hier thuis, dat is bijna onmogelijk. Ik heb nu zwart aan. Maar oké, dat doe ik zelfs uit. Meestal als ik thuis kom, doe ik altijd mijn zwarte kleren trek uit. Maar deze broek is echt, oh, echt heaven. Ik vind hem echt zalig, maar die moet dus in de was, want ik heb die al heel de week aan, zoals ik zei. Dus ja. Dan heb ik ook twee topjes van Chiquelle, waaronder dit babygeel kleurtje. Ik ben echt een sucker voor gele kleurtjes, echt waar. I love yellow, super hard. Zeker ook in de zomer als je mooi bruin bent. Ik weet dat veel mensen niet van geel houden, wat ik nooit snap. Want als je zo mooi bruin bent in de zomer en het is mooi weer, dan is dat toch zo echt een popping kleur. En zeker zo babygeel, wat heel hard in is deze zomer. Super mooi. En dit is de achterkant. Ik ben heel benieuwd, want die heb ik zelf nog niet aangedaan. Als ook deze top. Dit is een razor neck, of hoe noem je dat? Die gaat zo meer dichter in je nek. In babyblauw, ook weer een ribbelstof. Zit echt veel stretch op, dus zalig. Ik denk ook dat je dit perfect kunt dragen zonder BH bijvoorbeeld, voor de liefhebbers. En dit is de achterkant. Ik ga ook zelfs natuurlijk alles aanpassen voor jullie, dus dat kunnen jullie op het einde van de haul zien. En dan als laatste van Chiquelle, ik wou graag een wit truitje voor de winter. Iets wat je op een short kunt aandoen, s'avonds of zo, als het iets frisser wordt voor de winter. Ik zeg trouwens voor de winter, ik bedoel voor de zomer. Dit dus heb ik gekozen van Chiquelle nog. Hij heeft zo, ja, een vlechtwerk, super mooi. Heel mooi blouseje vind ik. Heel strakke mouwen, maar ook hier weer zit best veel stretch op. Want dat is een one size topje. Maar ja, heel mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik denk bijvoorbeeld dat zoiets heel mooi zou staan met zo'n short. Ah, oké, okay. Dus de shorten. We gaan over naar de Zara haul. Als eerste deze. Ik heb ze allemaal in een maat 38 genomen. Nogmaals. 36 is verleden tijd bij mij. Mijn poep is best veel dikker geworden. Ik heb ook meer heupen gekregen. Dus ik moet een 38 hebben. Maar ik heb deze short gekozen. Zo een beetje afgewassen en gescheurd. Dus die is van de Zara. Ik weet wel niet welk model dit is of zo. Ah, high rise. De high rise. Dus daar ga ik ook wel altijd voor van shorten, dat die zo hoog mogelijk komen. Dan hetzelfde model eigenlijk in het wit. Wit vind ik ook wel altijd heel leuk voor de zomer. Ik ben
iets meer, denk ik, een shorter drager, jeans shorten, dan dat ik rokjes of kleedjes draag. Kleedjes, dat van nog. Maar vaak meestal wel shortjes, omdat ik dat gewoon het leukst vind, het comfortabelste. En dan hebben we ook nog deze, ook weer high-rise rigid, noemt deze. Ook een 38 en deze is grijs. Ik hoop wel dat die lang genoeg is van achteren, maar op de foto's zag dat er wel zo uit. Vroeger droeg ik zo van die jeans shortjes waar je de helft van mijn bil in zag. Van onder, maar ja, dat is verleden tijd natuurlijk. Eens je 30 wordt, is dat wel een beetje een no-go. Allee, no-go. Het mag, het is voor elke leeftijd. Maar ik zelf wil dat liever niet. Dus ik hoop dat ze goed gaan zijn van achter. Oké, dan heb ik dit jurkje. Geel. Het is zo een, ja, zo allemaal elastisch. Ik weet niet hoe het noemt. Met een klein pofmouwtje en ruffeltjes van onder. In het geel. Ik denk dat het op camera wel lichter overkomt dan dat het het echt is. Dit is wel iets feller geel. Ik heb een medium hierin. En deze kostte €29,95 trouwens. Hier staat de prijs op. En dan als laatste heb ik nog dit kleedje. Heb ik alles aangepast. Echt super mooi, ook €29,95. Hier heb ik ook weer een medium in. En dat is zo lichtblauw, shirt dress-achtig. Maar dan toch zo met een elastische band in het midden. En ik weet eigenlijk niet of Sarah zo'n namen heeft voor zijn kleedjes. Maar dit is... Oké, dat is goed. Stop. Oké, mijn witloof is klaar. Ik ga daar witloof van maken. Dit is artikel nummer 9878. Want ik weet dat er wel wat mensen dit ook heel mooi gaan vinden. Allee, denk ik. Als jullie zo een smaak als mij hebben, toch. Oké, ik ga alles aandoen. En dan ga ik jullie dat zo ook nog even showen. Dat was het weer voor deze haul video. Hopelijk vonden jullie het leuk en hebben jullie wat kledinginspiratie van mijn video kunnen nemen.
Ik zal ook al de links van Chicale onder in de beschrijving zetten. Plus een kortingscode, want ik heb ook nog een kortingscode. Die zal ik hier zetten. En dan kunnen jullie shoppen. Als ik de links van de Zara nog vind, zal ik die er ook bij zetten. Moet ik even zoeken, maar ik denk dat ik die mail nog niet heb gewist. Dus ja, als ze er niet staan, dan weet je dat ik ze niet meer had. En anders zet ik ze beneden. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!